Ik ben er super blij mee. Dit is Select Kuifmees. En we hebben net Jan, Ela en ik de laatste dingetjes gedaan. En ik grijp mijn kans. Het is lunchtijd, dus ik denk, nou, misschien heb je tijd om even mee te kijken. Ik zie al dat er wat mensen meekijken. Dit is een 4-persoon chalet. En er mogen ook maximaal 4 honden. Dus hartstikke leuk. Laat even weten als je meekijkt. En ik vind het natuurlijk zoals altijd heel erg leuk als je me laat weten wat je ervan vindt. Dit chalet staat voor de mensen die al bij ons bekend staan op Secundo. Naast chalet Houduif en aan de andere kant chalet De Pauw. Hij is 1,80 omheind. En goedemiddag, zegt iemand. En ik laat hem jullie zien. Dus we beginnen buiten. En delen van deze video, deze Facebook Live, vind ik natuurlijk helemaal geweldig. Hè? Zoals je ziet hier, 1,80 hoog omheind. En dan met zo'n kunsthedra afgezet. Dus je honden zien nagenoeg niks. Hoi Annette, leuk dat je meekijkt. Jongens, wie kijken er allemaal mee? Hebben jullie op dit moment vakantie? Wat zijn jullie aan het doen? En is het bij jullie vandaag ook best wel somber weer? Hier wel, helaas. Ik had gehoopt dat ik in het zonnetje de Facebook Live kon geven, maar dat is helaas niet zo. Zoals je ziet, een grote parkeerplaats, dus je kunt er met twee auto's parkeren. Er zitten overigens ook twee slaapkamers met ieder een 2-persoonsbed, dus geen stapelbed. Dus dat vind ik wel handig. Hoi Riet. Nou, oké. Parkeerplaats gezien, buitenkant gezien. We gaan naar binnen. En laat weten wat je ervan vindt of als je vragen hebt. Ik zie natuurlijk niet alle reacties, maar wel als ik klaar ben met de Facebook Live. Nou, we beginnen met het toilet. En gaan we naar de badkamer toe. Oh, dan had ik even de lichten aan moeten doen. Zo, gaat de ventilatie aan. De badkamer. Het is altijd lastig om te laten zien, hè, hoe dat er dan uitziet. Maar goed, hier is een badmeubel en de douche. Een aparte toilet dus. En hier zit een deur naar de grootste slaapkamer. Dus via de slaapkamer kan je ook direct in de badkamer komen. Nou, ziet er gezellig uit, toch? En iemand zegt, mooi chalet tot oktober in Roodborstje. Hartstikke leuk dat jullie kijken. En hier is nog kastruimte. Ik heb alles gedaan wat ik hier kon doen. En morgen komen er nog van die elektrische rolgordijnen aan de buitenkant. En die Luxeflex, of wat is het, wat er nu hangt, gaat morgen weg. Dus als je nu denkt van, oh, ik had naar jullie toe gewild, maar alles zat al vol. Bel ons op of stuur direct een mail, want deze staat nog niet op de website. Hij heet Kuifmees. En ik ga hem morgen op de website zetten, maar er zijn al verschillende periodes ongezien al gereserveerd. Wat echt voor ons wel echt kicken is, dat mensen reserveren telefonisch, terwijl ze het chalet nog niet hebben gezien. Maar kennelijk hebben mensen vertrouwen in ons dat het sowieso alweer een mooi chalet wordt. Hier hebben we een nieuwe wasmachine neergezet. Nou, de stofzuiger, dweilstok, dat soort dingetjes. Niet zo heel interessant om te laten zien. En dan de andere slaapkamer. Die lijkt door de muren wat krapper. Het is gewoon een 2-persoons en 1,60 bed. En leuk, Annette, dat jullie volgende week in Paapje zitten. Maaike zegt, jammer dat jullie altijd vol zitten. Nou, we zitten dus niet altijd vol. Want als je er dus nu voor dit chalet een mail stuurt. En mijn collega weet al welke periodes al op de voorhand zijn geboekt. Dan kan je dit chalet dus nu gaan reserveren. Hier is ook kastruimte. Gewoon een gezellige slaapkamer. Met lekkere boxspringbedden. En dan gaan we naar de woonkamer toe. Dat vind ik natuurlijk altijd het leukste om te laten zien. Tadaa! Nou ja, de keuken dan, hè, beginnen we mee. Er zit een vaatwasser in, een vriezer, een Senseo en een apart koffiestapparaat.
combi-magnetron. Hele lekkere eetstoelen zijn dit. Heel comfortabel, leer, zacht. De woonkamer. Laat even weten wat je ervan vindt en of je er nog vragen over hebt. Dit is dus Chalet Kuifmees. Hij staat nog niet op de website. We zijn echt net een paar minuten geleden hebben de laatste dingetjes afgerond. En ik heb direct de kans genomen om een Facebook Live hier te doen. Maar ik moet dus nog het chalet op de website zetten. Als jij nu denkt van nou, ik wil deze echt heel graag reserveren. Stuur ons dan direct een e-mail voor welke periode. Ik kan niet garanderen dat je die periode dan ook daadwerkelijk kan boeken op dit moment. Want er zijn al verschillende mensen die op de voorhand al hebben gezegd van ik wil op de wachtlijst. En als er iets vrijkomt of een nieuw chalet of een annulering of iets dergelijks, dan wil ik graag benaderd worden. Maar stuur een mail of bel ons op als je hier naartoe wil. 4-persoonschalet, maximaal 4 honden. Ik heb trouwens ook nog een paar bakjes hier neergezet voor als je je honden meeneemt. Natuurlijk neem je je hond of honden mee, maar misschien heeft jouw hond wel een veel grotere bak nodig of juist een veel kleinere. Dit is een schuifpui. En we hebben echt net 10 minuten geleden dit setje er neergezet. Dus kom net uit de winkel. Ook hier trouwens even wat bakjes voor je honden. Zoals je ziet hier 1,80 omheind. De onderkant is ook goed dicht. Die kant is ook helemaal goed omheind. Er zit kunstgras in. Dat doen we de laatste tijd bij veel chalets. Omdat er toch wel best wel veel honden zijn die de neiging hebben om te graven. Onze honden doen dat soms ook. En dat wil je natuurlijk niet. Want we willen het gazon mooi houden. Maar door kunstgras, ja, honden vinden het gewoon niet prettig om daarin te graven. Dus dan blijft het gewoon netjes. Dus dan hoef je als hondenbaasje ook niet de hele tijd op te letten. Van, oh jee, als mijn hond nou maar niet een gat gaat graven. Want dat is dan gewoon simpelweg niet mogelijk. Nou, hier kan je ook nog zitten. En hier hebben we net ook nog even een paar stoelen neergezet. Nou, ik spreek dus geen Duits, maar iemand die zegt, ondanks dat ik niks ervan begrijp wat je zegt, ziet het er hartstikke leuk uit. Dus ja, dit is Chalet Kuifmees. Het wordt hetzelfde tarief als Paapje, Houduif, ja, welke nog meer? Paradijsvogel, Merel, Lepelaar, Ooievaar. Fregatvogel. Dus je kan hem nu nog niet op de website boeken, maar je kan ons wel even een mail sturen voor welke periode je nog wat zoekt. En als je wil weten wat het kost, kijk dan even voor het gemak, want ik noemde een hele rits chalets op. Kijk voor het gemak gewoon eventjes bij Chalet Paapje. Dan weet je wat dit chalet gaat kosten. Deze veranda is trouwens ook net nieuw gebouwd. Iemand van ons team die zegt, ik wil er graag in zitten, Eline. Ik weet niet wie dit zegt. We hebben een Facebook. We hebben een groep, zeg maar, een teamgroep waar iedereen in zit. Dus ik weet niet, dit ben jij misschien, Jan of Anita of Ela of Arjan. Ik weet het niet. Maar jongens, laat weten als je nog vragen hebt wat je ervan vindt. En ik zou het heel leuk en lief van je vinden als je deze video, als je dit bericht gewoon zou willen delen. Ik weet eigenlijk niet zeker of dat tijdens de Facebook Live direct kan. Maar als ik hem zo meteen afsluit, dan sla ik hem op de tijdlijn. En dan staat hij dus gewoon op de Facebookpagina van Vermanen Vakantiehuizen. En dan kan je hem in elk geval zeker delen. Aniek vraagt, kun je wat meer informatie geven over de prijzen en waar het ligt? Nou, dat heb ik al gedaan. Kijk dus eventjes bij Chalet Houduif of Chalet Paapje. En waar het ligt op Park Secundo tussen Chalet Pauw en Chalet Houduif in. En het park ligt in Erm, in Drenthe, op een hele prachtige plek met heel veel bossen en een aantal hondenstranden. Honden mogen gratis mee, sterker nog, voor het geval je ons nog niet kent. Honden zijn bij ons echt de hoofdgasten.
En de baasjes die mogen mee. Dus bij ons is het eigenlijk net andersom. Je hond is bij ons de hoofdgast. Als die bij ons aankomt, dan krijgt hij ook een welkomstasje met wat leuke dingetjes erin. En we verkopen ook vers vlees. En we hebben ook hondenfietskarren en workshops voor honden. En alles is op de honden gericht. Alle huizen zijn verschillend. Mensen blijven vragen om prijzen. Jongens, kijk eventjes bij Chalet Houduif of Chalet Paapje. Want dit chalet staat nog niet op de website. En elke periode heeft natuurlijk een andere prijs. Dus ik kan hier nu niks uit mijn hoofd gaan zeggen over wat het kost. Want dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar als je op onze website kijkt, vanmanenvakantiehuizen.nl, dan kun je bij chalets kijken. En dan klik je Houduif aan of Paapje. En dan klik je op de periode waarop jij graag op vakantie zou willen. En dan is die periode waarschijnlijk niet meer beschikbaar. Maar je zit toch bij een ander chalet te kijken, dus dat maakt niet uit. Maar dan staat daar wel een huurprijs met een streep er doorheen, dat die dus niet meer beschikbaar is. Maar dan weet je wel dat dat ook de huurprijs is voor dit chalet. Ondertussen loop ik nog eventjes door het huisje heen. Ik ben er zelf heel trots op. Ik vind het gewoon echt een heel gezellig chalet geworden. En altijd in mijn eigen smaak. Vind ik wel leuk. Krijg ik vaak opmerkingen over. En ik denk van ja, dan hou ik dit er gewoon lekker in. Ik hou van kaarsen en kussentjes en plates en pastelkleurtjes. En nou, gewoon veel gezelligheid. Oh, ik heb daar trouwens ook nog een kussen neergelegd voor je hond. Als je nou hier naartoe komt of naar een van onze andere chalets, neem dan wel altijd je eigen kleden mee voor over de bank. Honden mogen bij ons op de bank. Niet op bed, maar wel op de bank. Maar leg er dan eventjes een kleed overheen, zodat het gewoon netjes blijft. Ik krijg allemaal leuke reacties. Super lief. Even kijken hoor. Ziet er super uit. We tellen nog 5 weken af tot we onze vakantie bij jullie gaan vieren met onze 2 viervoeters. Super leuk, Sabine. Hartstikke leuk. Nou jongens, ik ga hem afsluiten. En eet smakelijk als je nog aan het lunchen bent of zometeen gaat lunchen. En als je vragen hebt, stel ze hier. Ik ga straks kijken in de reacties. Als je wil boeken, morgen komt het chalet op de website. Maar als je nou denkt, ja, maar ik wil niet te laat zijn, bel ons op of stuur ons een e-mail over exact welke periode je wilt komen. En een van mijn collega's gaat je dan antwoorden of die periode nog beschikbaar is. En dan wordt het geregeld. Nou, ik krijg heel veel leuke reacties. Ik kan het niet allemaal tegelijkertijd lezen en praten tegelijk en de boel hier laten zien. Maar ik heb alles laten zien voor degene die later inschakelde. Nog heel eventjes snel. Dit is de ene slaapkamer, 2-persoonsbed. Renske zegt, wij komen over 8 weken in de Ooievaar. Nou, hartstikke leuk. Ooievaar is ook een heel leuk chalet. En dan is dit de andere slaapkamer. Aparte toilet, aparte badkamer. Nou ja, hoe zeg je dat? Een badkamer en een aparte toilet, laat ik het even goed zeggen. En de meeste periodes hier zijn dus nog beschikbaar. Dus laat van je horen. Je weet ons vast te vinden via e-mail of kijk anders even op onze website. www.vanmanenvakantiehuizen.nl. En als deze video live zometeen op de tijdlijn staat, zou ik het super leuk vinden als je deze video zou willen delen. Hey jongens, ik sluit hem af. En ik zal nog even kijken of ik vragen kan beantwoorden in de reacties hier. En anders dan nou, een hele fijne dag verder. En misschien gaan we elkaar binnenkort zien. Bedankt voor het kijken. Heb een fijne dag.